Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag het startsein gegeven voor de rehabilitatie van de infrastructuur van de Uitkijkpolder. Met de rehabilitatie worden landbouwgronden van de boeren in het gebied weer begaanbaar gemaakt. Tijdens het project worden 12 bruggen en een aantal wegen die lopen naar de landbouwgronden hersteld. Minister Seudin benadrukt dat hij geen productieministerie heeft en daarom een goede productieklimaat wil scheppen en ondersteuning wil bieden naar waar nodig. En VV gaat voorwaarden scheppend bezig zijn, maar de agrariërs, die moeten de producenten zijn. En die moeten daartoe gefaciliteerd worden. En dat heeft te maken met heel wat zaken. Zaken die over de hele keten van de agrarisontwikkeling. Sorry, ik ben mijn vrienden van de politie heb ik niet een groet bij deze. En het heeft te maken vanaf de grond, water, hele teeltechniek, begeleiding daarbij, van zaad tot de oogst, maar ook na de oogst, met de verwerking ervan en de afzet ervan. Laten we beginnen met het laatste, afzet. Afzet is bijzonder belangrijk, omdat als je niet weet wat je kunt afzetten, tegen welke prijs, dan heeft het geen zin om ermee te beginnen, om met de productie te beginnen, want dan ben je bezig met een stuk gamble, een loterij, een suribet, noem maar op. Districtscommissaris Shirin Bansi Durga van Saramaka zegt dat goede infrastructuur een van de belangrijkste factoren is binnen de agrarische sector. De landbouwpotentie van Saramaka is niet op een aangepaste manier ontwikkeld. Dus ook met aanpak van de wegen en rehabilitatie van Uitkijkpolder wordt er daaraan een aanzet gegeven om de agrarische sector voor de jonge mensen weer aantrekkelijk te maken. De afgelopen periode hebben we gemerkt, minister, dat de jonge generaties de rug hebben toegekeerd voor de agrarische sector. Dus met dit aanpak ook een aanzet voor de modernisatie binnen de agrarische sector. Zoals we weten, minister, landbouwonderzoek is een van de belangrijke onderdelen binnen als we praten over de agrarische ontwikkeling. Dus daar ga ik ook van hier uit om de landbouwonderzoek weer te rehabiliteren in Saramaka. Zoals u weet, minister, hebben we in het verleden 4 goed draaiende proeftuinen gekend in ons district. Het ging daarbij om Jerikaba, Orisa, Derksoop en Lapul. Bijna allemaal zijn verkaveld. Dus van hieruit een beroep op u om de rehabilitatie van landbouwonderzoek op gang te brengen. We zijn vandaag begonnen met Uitkijkpolder. Er is heel veel te doen aan achterstallig werk, aan achterstallig onderhoud, werkzaamheden. Dus minister, ik zal het kort houden. Ik zal dan van hieruit ook een beroep doen om ook alle andere projecten zo goed mogelijk met alle ondersteuning en medewerking voor te zetten en voor te bereiden. Deze is Shirin Bansi Durga van Saramaka. Aan het rehabilitatieproject van de infrastructuur van Uitkijkpolder werken het ministerie van LVV, het commissariaat Saramaka en Seurswam. Seurswam is een werkarm van LVV die de infrastructuur moet opzetten voor de boeren.